Ik ben zo stil geweest, ik dacht ik doe even een update. Ik zit in de bus. Een grote lange bus van 18 meter. Van 70 en uh, volgens mij is die 20.000 ton. Maar niet lang meer. Want ik heb mijn ontslag genomen. Ik, uh, ik hou het voor gezien. Ik ben beter ten halve gekeerd dan ten volle verdwaald, zeg ik. En dat kan jij natuurlijk ook. Ja, soms maak je een omweg in het leven, een u-turn, met de bus. Uh, in oktober dacht ik van, ik wil mijn groot rijbewijs halen. Want ik wil wat minder met het mystieke bezig zijn. Ik wil wat, gewoon van 9 tot 5 ergens naartoe rijden met een bus. Van 1875 en lang en 20.000 ton. Helemaal niet te bedenken. Dat dat over inlaatgassen, uitlaatgassen, inlaatslag en uitlaatslag. Uh, wielophangingen, springveren, balgen, allemaal dingen die mij totaal niet interesseren. En ik zat met allemaal hele jonge jongens uh, in dat klaslokaal en die namen alles zo op. En ik had echt aan het einde van de dag, ik had vooral een punthoofd waar niet veel meer kennis. En dan. Kik die in, had ik zoiets van, ja, hey, ik ben 59, inmiddels ben ik 60. Ik ga dat natuurlijk gewoon ook uh, als de beste van de klas uh, slagen voor dat uh, rijbewijs. In de theorie is dat niet gebeurd, volgens mij. Ofwel, misschien ben ik tweets geworden. Nou, dat vond ik ook al hartstikke goed. En ik heb mijn groot rijbewijs gehad. Ik dacht dat het heel erg ontspannen zou zijn: van uh, A naar B een beetje heen en weer uh, crossen. Hmm, dat heb ik heel erg onderschat. Het, je moet niet alleen um, die mensen veilig uh, heen en weer brengen, maar je moet het ook op tijd doen. Nou, iedereen weet hoe druk het verkeer is. Daar komt nog bij dat ik zo competitief ben en het hoeft van niemand, hè, want niemand kijkt het eerste jaar of je je tijd goed hebt gereden bij Connection. Ik zat de hele tijd alleen maar wedstrijdje te spelen met mezelf of ik op tijd was. Dus als mensen wilden binnenstappen en dan stonden heel veel op de halte. Nou, het leek bij mij wel een pitstop. Ik zat helemaal naar binnen te komen. Ja, kom op, kom op, kom op. Ja, ja, ik heb geen tijd, ik rijd op tijd. Weet je zo. Aan het eind van de dag was ik helemaal uitgeput. van uh, Zo ontzettend op tijd rijden. Ik ben er nu dus achter, ik had gewoon coureur moeten worden. toen ik nog wat jonger was dat reizen en dat op tijd zijn en het liever wil ik nog eerder dan op tijd zijn. Ik ben maagd als land. Ja, alles graag in het schema en het liefst voor het schema. Nou, dat was zo verschrikkelijk, zo verschrikkelijk vermoeiend. Dat hield ik niet vol. Het grappige is, want daarom vind ik het zo bijzonder en dit wil ik ook heel graag met jullie delen. Je bedenkt soms wat uh, dat je denkt, nou, dat is uh, heel erg rustig. En ik heb nu sinds 2012 mijn eigen praktijk. Ik doe heel veel readings voor mensen. Um, dan komen ze bij me. Moet ik dit huis kopen? Uh, is deze man geschikt voor me? Waar moet ik heen met mijn carrière? Kun je me helpen met mijn zaken uitbouwen? En dan zeg ik helemaal niet van... hé, hey, luister, ik kan ook nog een muur komen met z'n bijen... maar op een of andere manier heeft onze lieve heer mij een lijntje gegeven waar me dat gewoon op invalt. Dus ik zie het niet als een verdienste voor mij. Het zit er gewoon op. Nou, oké. Okay. Dat kan gebeuren. Maar soms kan dat heel vermoeiend zijn. Vooral als je dat, nou ja, zes uur op een dag doet. Dat gaat dus ook niet. Ik ben dus heel erg aan het zoeken geweest. Dat laatste, nou wat is het? Laatste negen maanden. Vanaf oktober dan, 2023... Hoe hou ik mezelf nou heel? Hoe hou ik mezelf nou dat ik ook een privéleven kan hebben? Dat ik ook de ruimte heb voor mijn creativiteit. Ik ben hele mooie dingen aan het schrijven, weer. Ik ben hele mooie dingen aan het schilderen. geworden. De hoge priesteres en de kabela is zij Pluto. Het allemaal oneindigheidstekentjes. Ja, ik ben er heel erg. Het was zo fijn om te doen. Um, het blijkt dus dat die, ja. Het helder zien en het helder weten en het helder voelen. En die creativiteit enorm ontploft is. Toen ik er de afgelopen tijd minder mee bezig was. Ik was gewoon te moe. Ik was gewoon te moe. Als iemand bijna bij me kwam voor een channel. En dat ik zei, nou wat denk je zelf? Weet je wat dokter Rossi altijd deed bij... Uh, hoe heet het niet? Ongewone huisvrouwen of zo. Ik had gewoon geen ruimte over. En toen ben ik... Uh... Niet zo lang geleden even met mijn ex wezen lunchen. En dat is een hele rationele, super lieve man. Echt, uh, en zakelijk is hij ook goed. En toen zei ik van, uh, ik wil ermee stoppen. Wat vind jij daar nou van? Want ik heb ook nog zoiets. Ik heb ook heel veel verantwoordelijkheid. Zo van, ja, als je ergens aan begint, dan moet je het ook afmaken. moet je kijken wat een effort je erin hebt gestopt. En ook nog eens 4500 euro voor dat grote rijbewijs. Plus code 95. Voor de insiders. Dan mag je dus mensen vervoeren. Uh, ik wil ermee stoppen, want ik, ik, ik word er ongelukkig van. En als ik één dag uh, rijd, moet ik er twee dagen bij komen. En dan kan je zeggen: Nou, je bent wel een heel erg uh, teerpoppetje. Vergeet niet dat je dan soms om drie uur s'nachts moet opstaan. En dan uh, begint om kwart over vier uur dienst. Nou, uh, er moet de hondig uitgelaten worden. Er moet er nog een beetje maquillage op. De eerste zes uur. Als ik dan om vier uur of een kwart over vier ochtends begon. De eerste zes uur was ik dan heel erg beleefd. Goedemorgen en wat fijn dat je er bent. Wel een beetje opschieten. Maar na zes uur was ik zo verschrikkelijk overprikkeld. Dat ik het liefst die deuren dicht hield. Langs de haltes reesde En al die ubers wilde ik overheen rijden. Dus ja, waar was ik dan in godsnaam mee bezig? Mezelf steeds onder druk te zetten. En helemaal eigenlijk uit mijn eigen alignment halen. Terwijl ik ben nu, even kijken. Ik heb allemaal ATV dagen ingeraald, dus ik hoefde helemaal aan mij niet uh, te werken. Maar ik heb 30 april, dat is het, dat zocht ik niet uit. Want ik heb 30 april, ben ik er naartoe gegaan en gezegd: hier is mijn hand. Uh, sorry, buiten dat er ook nog eens 37% belast wordt, dus van. 9 uur werken, om 3 uur je bed uit, hield je dan 100 euro over. En helemaal niet om de queen uit te hangen. Maar omdat ik uh, nu 60 ben, ja, dat kost mij zo verschrikkelijk veel energie. En dan kan ik wel uh, Laura Croft spelen en zeggen, ik kan alles. Maar laat ik dat dan ergens anders zeggen. In plaats van dat ik ook zo graag buschauffeur wil zijn en om 3 uur op wil kunnen komen staan. Nee, dat gaat dus niet. Dat gaat niet gaan, jongens. Dus wat ben ik nu aan het doen? Vooral niks. <laughs> Vooral niks. Schilderijtjes aan het maken. Althans, dat vind ik dan niks. Hè? Waar je uh, geen factuur voor stuurt. Dat ziet mijn oude uh, middenstandsbrein niet als iets doen. Maar het grappige is dat ik daar dus heel veel mee aan het ontwikkelen ben. Want tussendoor heb ik nog al door klant gehad. Ook met mijn Octovast-programma. Dat is... Allerlei manieren van vasten. Het is dryvasten, het is watervasten, het is uh, cleansen, het is groenvasten, het is carnivoren. En vasten is dat je een aantal uren per dag niet eet. Zeg maar om 12 uur, smiddags is je eerste maaltijd en dan stop je bijvoorbeeld om 7 uur s avonds. Alleen, wat past dan bij jou? En ik doe dat sinds 2014 en sinds 2015 officieel. In 2014 heette het uh, het sexy en nog wat uh, dieet en in 2014 nee 2015 ben ik met Wim Hof naar Polen geweest weet je in zo'n naar beneden en um, ik zag hem daar ook vasten en hij deed one meal a day. En over de jaren is dat bij mij zo ontwikkeld dat ja, je moet het telemeet met iemand maken. Anders gaat het niet. Je kan niet tegen iemand zeggen die vegan is. Jij moet carnivoren, jij moet vlees eten. En tegen iemand die ontzettend van vlees eet, jij mag alleen maar groene smoothies. Dus ik ben dat helemaal gaan aanpassen. Ben ik ook over aan het sluiten. ontzettend leuk allemaal om te doen en ook om het beeld weer te creëren want ik ben echt wel een schilder maar ik mag van mezelf niet mijn best doen want ik wil altijd Nou, dat blijkt ook weer met die uh, met die met die bussen op tijd rijden ik wil altijd het hoogst haalbare en dan nog een stapje erboven en met dat schilderen heb ik zoiets van we gaan niet op cursus, we gaan geen schaduwen leren maken. We gaan het heel mooi doen zoals het is. Zoals jij bent. Met je flaws en je gebrek aan bepaalde technieken. En ik geniet er ontzettend van om dat te doen. Um, ik heb ook weer, want nou die ruimte had ik ook. Kijk wat ik besteld heb. Allemaal Le weer. Gemaakt en laten drukken. zelf een Leuneman-dek. Een is eigenlijk, uh, als ik het heel oneerbiedig zeg, de simpele versie van Tarot. Je hebt 36 kaartjes en de beste vragen die je kan stellen is een ja of een nee. Nou, en ik ben helemaal uh, de veerkampjes. Ik ben helemaal gek op uh, Panther en ik heb een heel eigen dek gemaakt. Nou, hoe leuk is dit? Dit is dan de haai. is dus de Normaal is het altijd een vissenkaart en dat is voor de voorspoed. De key, is de sleutel, is gelukskaart nummer 33. Ik heb vijf gelukskaarten erin uh, gemaakt. Mijn favoriete kaarten. De maan. Dat is ontzettend leuk om te doen. Nou, het eerste wat ik ga doen is een dag bij mij thuis organiseren. En dat is zondag 2 juni van 12 tot 4 uur. Met lekkers en leuks. Ik ga ook nog over de hoge priesteres op die dag praten, want dat ga ik uitbreiden in een traject. Maar de workshop, of de masterclass, of hoe je het noemen wil, is zondag 2 juni van 12 tot 4. Het loopt altijd een beetje uit. Dan krijg je ook dit deck, hoe leuk is dat? Met een heel mooi e-book van 40 pagina's. En ik heb ook al een masterclass opgenomen met uitleg van al die kaarten, dus dat krijg je ook. Als je nou zegt: ik wil ook, maar ik kan niet, want ik ben op vakantie of ik geef zelf cursus, want ik vind het ook ontzettend leuk als collega's zouden komen. Of uh, ik heb nog nooit wat met Learnerman gedaan, dus ik wil eerst eens in mijn eigen privacy. Dan mag je dat dus ook gewoon online kopen. Het is, je hoeft niet verplicht te kopen. Ik doe het bij mij thuis, in mijn eigen roze paleis. Dus ik heb natuurlijk een, een beperkt aantal plekjes, maar superleuk. Wat ik ook ga doen is 9 juni: intermittent fasting, afvallen. En hoe je dat doet als je nou wat ouder wordt. Want. Mensen zeggen tegen mij: nou, Je bent 60, laat het nu maar los. Dat heb ik zoiets? Nee, dat gaan we helemaal niet doen. Wat eet je? Hoe eet je? Welke supplementen? Wat ben ik dus ook aan het ontwikkelen? Um, ik heb eigenlijk mijn hele uh, coachingcarrière, andermans supplementen aanlopen bevelen. Maar dat gaan we niet meer doen. Want ik ben met een ontzettend mooie partij. Mag niet het merken, nog. Moet ik even uit. Uh, moet ik even <laughs> uh, Met. Pre-workout, met post-workout, met vitamine shakes, met uh, cleansing als je aan het water vast bent, met energie uh, shots. Helemaal. Op natuurlijke, sustainable basis. Dat bedrijf bestaat al 22 jaar. Um, je kan zelf ook als je een, een collega of een nerd bent, kan je allemaal bij de wetenschappelijke uh, literatuur. Dus je kan het ook allemaal nog eens kijken wat erin zit. Het is altijd. Parabenenvrij, niet op dieren getest. Uh, heel veel dingen zijn fieken. Um, uh, er is collageen op, op, runde, op runde basis, dus ook op, op, op visbasis. In ieder geval, daar ben ik ook heel erg. Dus ik ben wel, ik zeg ik doe niks, maar ik ben heel erg ja, nieuwe dingen aan het ontwikkelen. En voor mij is het dus heel belangrijk dat ik ook. Ruimte neemt voor die creativiteit van mezelf. Want zo van. Ik ben een schilderij aan maken, maar daar ben ik dus wel een week mee bezig. Ik ben zo'n dek aan het maken, maar uh, iedereen denkt altijd dat ik hartstikke digitaal ben. Weet je hoeveel effort dit mij kost? Hier ben ik dus gewoon. Nou uh, ook een week mee bezig om het plaatje op de juiste plek te krijgen. En precies dat pantermotiefje, uh, Bij ons Hoe leuk is dat? Uh, om de juiste plek te krijgen. Maar dat is dus eigenlijk wat ik wil vanaf nu. Dat met mijn eigen creativiteit. Kitty gaat me natuurlijk daar weer mee helpen. We gaan, um, ik vond Teachables ja, een beetje ook te ingewikkeld, ook omdat het een Amerikaans bedrijf is. Weet je, zo van, je, je krijgt ze dan ook niet zo snel aan de lijn. En uh, Ik ga een nieuw platform met haar zoeken waarin de masterclass uh, in wonderen op kan. Kan met zelfliefde ik ga het mystica traject online uh, doen ik ga een nieuw traject maken drie maanden trek de hoge priesteres waar je één ding in manifesteert over die drie maanden maar dat ik je overal ga uitleggen van um, tesla met frequenties dat je iets moet zijn in plaats van uh, erover te studeren en te leren. Dat je gevoel het manifesteert voor je. Dus ik ben on a roll. Het was net, het was net alsof ik um, op die bus vast zat op een, op een fietsversnelling waar ik heel hard moest trappen. En um, ik heb nog nooit een organisatie meegemaakt. Dus dat moet ik ze echt nageven, Connection. Die zo inclusief zijn. Transgender, alle etniciteiten, mannen, vrouwen, uh, alles binair ertussenin. Ik heb geen één verkeerde blik van niemand gehad. Iedereen was aardig, uh, uitnodigend, supportive, uh, helpful. Zo'n warm bad. Maar wat een respect ik heb gekregen voor mensen die een bus rijden. Ik zou bijna willen vragen, laat ze altijd voorgaan. Uh, als ze wegrijden en je rent achter de bus aan, ga daar niet schelden. Die mensen rijden op tijd, die zijn misschien al op tien halters uh, gestopt. Uh, gaat allemaal van hun eigen tijd af als dat hun laatste rit is. Jezus, Mine, wat een bikkels. En mensen die dat al 25 of 30 jaar doen. Hè? En gewoon om drie uur in bed uitgaan. Je hebt er ook wel eens een voorbeeld. Een late dienst had ik. En dan begon ik om vier uur middags. En dan, en dan reed ik gewoon tot half één avonds. Nou, dan kom je thuis. Moet de bonkie nog uit. Uh, nog even een beetje bijtrekken. Nou, ga je twee uur je bed in. Nou, de volgende dag sta je als een vleermuis op. Helemaal afgepeigerd was ik dan. Toen dacht ik, nee. nee dat moet ik niet doen. Dat is. Dat is... Dat is niet goed. Wat ik er wel goed aan vind, is dat je op een of andere manier. Ik heb al mijn angsten opgeblazen. Ik was altijd heel erg bang voor vrachtwagens om ernaast te rijden. Nou, ik stuur dat ding alsof het een mini is. Ik kan echt goed rijden. Alleen, ik heb gewoon een, een, een nerdbrein dat ik zo op tijd wil zijn. Ik kan gewoon niet stoppen met een wedstrijdje ervan maken. Oh, ik wil wel heel erg bloot. Sorry hoor. Zeker. Een hele mooie, vind ik zo mooi. Is een, uh, een jurk van mijn moeder geweest. Toen dacht ik: Nou, als ik me eindelijk weer ga laten zien, dan wil ik die mooie jurk van haar aantrekken. Dus dit is wat ik uh, aan het doen ben, uh, lieve schatten. En hier heb ik gezeten, en daarom horen jullie me niet. Maar ik ga weer een, uh, een agenda maken. En ik uh, zal weer meer gaan posten. Ik ga zometeen op uh, TikTok een uh, live reading geven. Eind van de maand ga ik natuurlijk weer op uh, Mabel Staro, is mijn andere YouTube channel. Misschien dat ik dit ook wel uh, erop zet, hoor. Uh, ga ik weer uh, mooie readings maken met heel veel plezier. En dan ga ik ook vertellen aan het eind van de maand over mijn hoge, hoge priesteres. Traject waar ik helemaal in immerge ben en aan het overschilderen. Dus het, uh, ik ben een beetje aan het thuiskomen. Dat is wat ik aan het doen ben. En ik dacht, nou, ik, ik, deel, het. ik deel het even met jullie. Ik stuur je al mijn liefde. Ik zet de linkjes van 2 juni voor uh, de Learner -ma Masterclass uh, online dat je naar me toe kan komen en het, uh, en het allemaal krijgt op die dag. Maar je kan het ook online bestellen als je zegt van nou ik kan uh, 2 juni niet. En voor mij bedoel je het ook dubbel, dat mag ook hè. Um... Je bent ook heel erg welkom op uh, zondag 9 juni. Als je uh, geïnteresseerd bent in afvallen, als je wat ouder bent of spiermassa ontwikkelen, want dat is ook heel erg mijn stokpaardje. Het is bij mij twee, nou, mijn mannelijke en mijn vrouwelijke kant. Dat lichaam zie ik bijna als, als een mannelijke manifestatie en de energie en de spiritualiteit als het vrouwelijke. Ik stuur jullie allemaal liefde en ik hoor heel graag uh, ja, waar jullie behoefte aan zouden hebben. Ook misschien qua reading, of dat je zegt, Mabel: Ik zou graag willen dat je op je Mabel van de Dunga dat gaat over afvallen. Dat. dat Kanaal en intermittent vasting en gezondheid en bewustzijn. Laat me weten waar jullie behoefte aan hebben. Dat zou ik ontzettend leuk vinden. En dan ga je kijken hoe ik dat met mijn eigen creatieve zou zo kan maken. Dat ik denk, ja, dat vind ik leuk. En ik hou jullie van alles op de hoogte van ontwikkelingen ik wil goed niet laten zien van mijn supplementen die eraan zitten te komen. En um, geen busje meer. meer. Ik ben gewoon weer. <laughs> gewoon weer me. Dat ben ik. En dat bevalt eigenlijk heel erg goed. Met al mijn liefde.